Een hele goede morgen, lieve vrienden. Ja, het is vandaag weer donderdag 23 mei. En het is 11 uur 31. En ik dacht, ja, het tijd is eruit, want Rebecca komt. Maar ja, ze moest vanochtend weer ergens wezen. En daar werd ze niet zo blij om, dat ze heeft knallende hoofdpijn. En ze is niet helemaal lekker. Dat ik had er aan de telefoon. Ik denk, ik bel je op, je kan komen. Maar in ieder geval, ze is niet in orde dat ze komt morgen. Nou ja, ook goed. Heb ik vandaag weer een dag voor ons zelf. Nou, we moeten straks stemmen, dus ja, ook dat moet gedaan worden. Dus we moeten wel de hart op. En uiteraard neem ik jullie weer gezellig mee. Ja, 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 ja. Want ik moest nog meer doen eigenlijk, maar ik weet even niet meer wat. Dus ik ga alles eventjes nakijken, hoe en wat. Sowieso moeten we weg om te stemmen. En ja, voor de rest, ik moet even kijken. Ja, ik moet naar de FOMAR. Want mijn vleeswaren die zijn bijna op. Ik kan hem één pakje leggen. Nou, ik wil dat weer even aanvullen vanzelf. En kijken of we nog verder boodschappen moeten doen. Al daar. En nou ja, ik lust graag een wijntje, zoals jullie weten, met mijn eten. Nou, ik heb bijna geen wijn meer. Een klein staartje nog. Dus ja, er moet weer even nieuw komen. Ik zie naar de achter, naar mijn bureaublad van mijn computer. En dan heb Window weer een of andere maffe foto. Waar ik geen... Ja, dit is door de natuur heen. Maar dat gaat van beneden af. Helemaal omhoog. Want volgens mij is het een of andere berg. Maar jeetje mina, ik zal hem jullie laten zien. Jongen, nog een doen. Zin in een rietje door de natuur. Vind je deze omgeving inspirerend? De schitterende landschap inspireert vast tot een autoritje. Nou nee hoor. Nee hoor, ik ga niet zo hoog rijden. Nee, dat hoeft voor mij niet. Dus, maar oké, lieve vrienden. Dat hoeft voor mij niet, nee. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, geniet van het prachtige mooie weer ook. Geniet van mijn filmpjes allemaal op mijn kanaal. Doe de duimpje omhoog, like het. En ja... Wees lief voor elkaar, wat moet ik allemaal nog meer zeggen? Ja, jullie weten het zo langzamerhand wel. Hoe ik ben, wat voor boodschap ik over wil brengen. En mijn diertjes, idem dito, die legt zijn poot weer lekker te wassen. Hé, joh, en daar zit Kandalfi. En waar Eeuwen is, Joost mag het ook. Bij de eettafel, bij mijn stok nog. Die nog niet op zijn plek hangt. Die ik nog nodig heb. Joh, hoi, dikkie, potje, dikkie. En ja. Maar in ieder geval, wij gaan lekker eten. Een bakje koffie erbij. Ja, dat komt helemaal goed, dat ik zou zeggen, lieve vrienden. Tot strakjes maar weer.
Thank you.
Thank you.